Als het lang terug op de zomerbak gaat, enige waar, je mag het weer gaan maken. Dus volgens mij moet ik dit. Volgens mij in dat, nee, of 10 jaar, als ik mijn eerste movie daar rek, dan ga je het doen. Dus hij zegt, ja, natuurlijk. Hij heeft aan de Nationals gedaan, Gerald Butler gewerkt. Nou zei ik zo, dat je nou je belofte 10 jaar terug. Kom mij terug en bijt mijn hart, ja. En dan was ook al een paar geleden hier bij ons wijs zo'n werk, maar toen niet uitgemaakt heb. Dus hier is een fantastische komende weer met Rick Link. Het is baie belangrijk voor een regisseur en een DOP, cinematographer, om een verhouding te hebben. Ik denk dat het een vriendschap yeah. wat eerstens belangrijk is. En wat lekker is, al klaar in die beetje wat ons al saam gewerkt het, toe en nou is, het gaan oor dialoog, je weet, als je jezelf moet verduidelijken en die andere persoon verstaan. En vertrouwen, je ja. Weet. Ja, het is soos in ons, dat ons vertrouwen en ons gesprek, en ons conversation om films te maken is een spanpoging. Van die grootste uitdagings van stroom op en specifiek is logistiek, denk ik. Maar yeah. Ja, het is, ik denk ons komt meer en meer achter hoe daar so min rivierfilms of raftingfilms in die wereld al gemaakt is. Dit is een nachtmerrie, rivier, daar is baie dinge wat nie voorspelbaar is nie. En jou huiswerk moet redig ongelooflik goed gedoen word, hoe jy op water gaan werk. Ja, en ook die constante verandering, jy weet soos het kan iwer reën en môre is rivier anders. Ja, ik denk hierdie film wat jy gekies het om my mee te betrek, want het is nogal, het nogal sy uitdagings. Ja, ja, en communicatie is belangrijk. en jy het vir my gesê, jy doen scuba diving, ons is water. Ek hou van water. Ek weet nie of die scuba diving hier gaan werk nie. Ek druif. En jy het al in die water gewerk. Yes. Ek het 'n bietjie water ervaring. Ja. Ja.